Dames en heren, jongens en meisjes, welkom vanuit de mooiste plaats in Gelderland. Welkom vanuit Meissen! Dames en heren, goedenavond. Wat is het ongelooflijk warm hier in Misten. Overheet gesproken, hier is Angelique Kruger! Hallo Misten! Zo open je toch niet, man! Hallo Misten! Joehoe! En hallo thuis, hartelijk welkom bij de 9e editie alweer van Zomer in Gelderland. Hartstikke live, dus geloof me, er gaat ook weer van alles mis. Dat kan bijna niet anders. Maar goed, hè? Who cares? 15 deelnemers gaan weer strijden om de titel Mooiste Plaats van Gelderland. Wie is de opvolger van Geesteren? Nou, we hebben een aantal bekende onderdelen hebben we gewoon weer meegenomen dit jaar. We hebben ook een aantal nieuwe onderdelen. Bekend is dat een team van 10 gaat strijden voor een goed doel, voor 1000 euro maximaal. 'S ochtends krijgen zij van de radiocollega op radio de opdracht overhandigd. En dan moeten ze rap aan de slag. En het was zo warm vandaag. Dus daarom wil ik voor Team Misten een mega applaus. Echt petje af. En nog een bekend onderdeel, die moet ik absoluut niet vergeten. Hij is echt deskundig op het gebied van leisure en entertainment. Dames en heren, mag een heel warm welkom voor onze enige echte Reinoud van Assendelft de Koning. Dankjewel, Angelique. Dankjewel. En je zit lekker met je voetjes in het bad. Oh, mensen, dit is zo heerlijk. Heerlijk. Ja, dat is geweldig. Ik kom er straks bij zitten, denk ik. Maar ik ga eerst even naar het team. Hier staat een hele stoere coach. Coach Anke, jij bent interieurbouwer, meubelmaker, dus je hebt vandaag flink lopen klussen. Ja, was dat maar waar. Wat? Ja, als coach regel je van alles, maar een hamer heb ik niet in de handen gehad. Dat is gewoon niet gelukt? Nee. Jammer. Ja. Heb je spijt van dat je coach geworden bent? Nee, dat niet, want nee. We hebben zoveel fantastische helpers gehad en het liep eigenlijk wel gesmeerd. Dus, Goed zo. Hey, even Misten, dat is een buurtschap van Winterswijk en er zijn er nogal wat. Kunnen jullie even opnoemen, welke zijn er allemaal? Nou, we beginnen met Misten, Korrelen, ja. Wold, Meddel, Huppel, Hengsel, Ratum, Rinkeurnen, Vossenveld, Kotten. Daar waren ze of is ze er nog even vergeten? Ik geloof dat ze het allemaal gaat. Het waren ze allemaal. En wat is het leukste buurtschap? Misten. Tuurlijk. Hoezo is Misten het leukst? Dat durf ik zo niet te zeggen, het is gewoon hartstikke goed. Ja. Goed wonen, hè? Jij weet het, jij weet het. Ik ben namelijk een importmistenaar en wat ik miste, vond ik in Misten. Ah. Ze hebben je omarmd, dat kan niet anders. Ja. Nou, jullie spelen voor 1000 euro voor een goed doel. Voor we het daarover gaan hebben, we hebben weer een soort van oud spel uit de kast gehaald. In de vorm van Alberto. Dus kom er maar bij, Alberto. Die poort gaat open en dan komt Alberto op en dan gaan jullie even klappen. Met een bikkelbus. Dat wordt krap aan, jongens. Hou je mijn poort heel. Kom maar. Ja, dat gaat. Natuurlijk een hele oude man die chauffeur is. Nee hoor, sorry. Hi, lieve meneer. Gaat het? Naar achteren. Oh, hij heeft ook gehoorapparaat in, dus hij hoort me ook niet. Naar achteren. Ik wacht even tot hij de... Oh, we lopen nu al naar achteren. Dit gaat... Verder. Zal ik ondertussen uitleggen? Alberto... Oh. Alberto gaat met 2 teamleden zo meteen weg. Wie gaan er met Alberto mee? Wie gaan er mee? Even centraal, jongens. Even centraal. Monique, kom er even bij. Kom er eens bij. Jullie gaan zo mee. Ja. Ja, dit is wel een dingetje. Hi. Je hebt een goede chauffeur ook. Ja. Heb je gekozen. Wat is dat voor bus, de Bikkelbus? Dat is speciaal vervoer voor de lagere school. En daarmee worden de kinderen opgehaald die buiten de plaats Misten wonen. Dus kinderen die dan voor school kunnen kiezen om hier naartoe te kunnen komen. Ja, tof. Ja. Dus jullie hebben in het buurtschap nog een eigen lagere school. En kinderen uit de andere buurtschappen worden allemaal opgehaald. Niet uit de buurtschappen, uit Winterswijk, Aalten. Oh, ja. Komen overal
vooraf na. Ja, oké, tof. Nou, dat is je vervoersmiddel. Blijf maar lekker daar, hoor. Doe maar niet meer proberen. Is goed zo. Ja, nee, blijf maar daar. Ja, ik vertrouw het niet, hè, Alberto. Nee, leuk dat je er weer bent. Ja, ik ben er weer. Dames en heren, Alberto. Ja, gezellig. Ja. Oké, nou, jij gaat op pad, hè? Ja. Jij krijgt een opdracht. Ja, van jou. Ja, dat vind ik heel fijn. Ja, vind ik ook heel leuk. Ik word heel benieuwd naar. Nou, daar kun je maximaal 100 euro mee verdienen. Maar je bent afhankelijk van hun, want zij weten alles natuurlijk. Jullie moeten voor het uitzending, voor het einde van de uitzending, helemaal bloednerveus, man, hou op. Einde van de uitzending terug zijn. En dan wil ik graag dat jullie verkleed zijn als Indianen. Want er is hier een centrum voor Indianenverhalen. Met een zak meel van de Menkmolen. Ja. En een takje van de boom van Benny Joling van het Schrieverspad. En het Schrieverspad staat bij Henk op het landgoed. Ja, dat klopt. Het gaat helemaal niet goed, hè, met de boom van Benny Joling. De boom is een beetje ziek. De boom gaat gewoon dood. Ja, Benny heeft een keer de boom gekozen. Hè? Nou, even uitleggen. Het Schrieverspad, dat is een pad waar mensen die iets met dialect te maken hebben, dialect levend houden, een boom mogen uitkiezen. En die wordt daar dan geplant op zijn landgoed. Hè? En hoeveel bomen staan er al? Er staan er nu 68. Zo. En alleen die van Benny doet het niet zo lekker. Nou, een paar anderen doen het ook niet geweldig. Maar Benny heeft een beetje pech. Benny heeft pech. Dus een takje of je zaagt die hele boom om. Dat kan ook. Hè? Ik pak wat ik pakken kan. Ja, pak wat je pakken kan. Ja. Voor het eind van de uitzending terug. Ik wens je veel succes. Ja? Go. Ja. En we moedigen jullie even aan. Succes. Ja. Maar, lieve coach Anke, zij gaan spelen voor 100 euro. Maar waar willen jullie dat geld aan gaan besteden? Wij willen het een springkussen. Bij elkaar sprokkelen eigenlijk. Voor het volksfeest in Misten. Maar dat is altijd waar alle Mistenaren naartoe komen. Het feest der feesten. En als je een springkussen voor de kinderen hebt, als de kinderen tevreden zijn, zijn de ouders ook altijd tevreden. En je kunt het springkussen ook her en der bij voetbal of wat gebruiken. Dus ook, want voetbal is ook van korrelen, hè? Ja. Dus die mogen er dan ook op het springkussen? Die mogen er dan ook op. Ach, wat lief. Misten en korrelen. Zijn er mensen uit korrelen aanwezig eigenlijk? Ja, daar achteraan. Dat zijn de kletsers, die zaten vroeger ook achter in de klas altijd. He? En zijn er nog andere buurtschappen tegenwoordig? Wolt, is het Wolt? Ja, jullie staan wel apart, hè? Dat is grappig. Dat is opmerkelijk, ja. Meadow, is Meadow er ook? Oh, er zijn er twee. Hi, Meadow. Hoi. Ja, ze zijn lekker loyaal. Oké, nou, hartstikke mooi doel. Ik hoorde net een klap, er is niemand overreden. Door de... Nee? Nee. Nee, dat komt helemaal goed. Nou, ik zei het al, hij is er weer bij. Onze enige echte Reinoud. In een hele mooie versierde stoel. Reinoud, ben je er blij mee? Ik ben hier heel blij mee. Vanmiddag was het zelfs zo bij de repetities dat ik onder de parasol kon zitten. Ik zit nu heerlijk met mijn voetjes in het koele water. Dat hebben ze uitstekend gedaan. En dit is natuurlijk een enorme stimulans voor de teams die nog gaan komen om de jury zo goed mogelijk te stemmen. Te verwennen, wat zeg je? Wel jammer dat je de teenslippers nog aan hebt. Ja, doe eens even lekker uit. Ja, waar heb je slippers nog aan? Ja, maar ik moest van mijn vrouw de achterkuit een beetje in de zon hebben. En daar heb ik nou een beetje goed gedaan. Ja, lekker met de benen wijd zitten. Wij vinden het allemaal goed. Ja, joh, wat maakt mij dit uit? Beetje je aankondiging nog. Ik kijk even, Reinoud. Nou ja, jij gaat de parade beoordelen, want dat is ook een oude vertrouwde. Het dorp stelt zichzelf voor in een parade, een optocht. Wat is hier allemaal te doen? Wat valt er te beleven? Waar zijn ze trots op? Dat laten ze zien op hun eigen wijze in anderhalve minuut. En daar geeft Reinoud ook euro's voor. Dus gooi de poort maar los voor de parade van Misten.
de parade van Miste. Ja. En ze hebben gisteren nog geoefend, Reinoud, in de hitte. Ik ben benieuwd, wat viel jou op? Nou, mij viel op de dames met de kerstmuts al. Dat is vandaag natuurlijk extra actueel. Ja. En vooral het enthousiasme waarmee ze het deden. Die jongens die erin zaten, die jeugd. Maar ook de seniorenclub die ik voorbij zag komen. Hartstikke enthousiast. Ja, de oudere gym is dat, hè? Die ja, zijn samen, de ik heb net gehoord, ik weet het niet meer. Maar die zijn heel oud. Zijn ja. Hele oude mensen. Ouder ja, dan wij samen. Zeg 80 plus. Ja. En ik vroeg, doen jullie nog wel eens de koprol? Dat proberen ze wel, maar het lukt niet meer. Nee? Nee. De flikvlak? De flikvlak zal het nee. Niet lukken. Nee, maar respect hoor. Respect ja, dat ze het doen. Absoluut. Huh? Absoluut. Okay. Wij kunnen voor de parade kan je maximaal, als je alles in thema hebt en alles voor elkaar, dan heb je hier maximaal €150 te verdienen. En ik vind dit een hele mooie parade. Heel traditioneel weliswaar. En hij gaat voor €100 gaat hij op de prijzenkast. Nou, goed zo hoor. Hartstikke goed. Ja, en dat Miste is niet zo heel erg groot. Niet zo heel veel inwoners. Dus ik ben benieuwd hoeveel hebben de zon getrotseerd in dit geval. En zijn er gekomen? Nou, er staan hier maar liefst 536 mensen in de hitte. Dus dat betekent dat ze daar ook €300 voor krijgen. Ja. Dus we zitten nu al op €400. Nou, hartstikke goed. Voor het springkussen. Helemaal top. En dan, het grootste deel van de opdracht, dat heeft iets te maken met de geschiedenis. We willen de dorpen een klein beetje beter leren kennen. En nou is er wel wat gebeurd hier in Miste. Want weet je, Miste lag eigenlijk lang geleden aan zee. Of eigenlijk in het water, moet ik zeggen. Iets van 230 miljoen jaar geleden, heb ik dat goed, hè? Is niet goed? Oh, ik maak er veel meer van. Nou ja, 15 miljoen, zoiets dus. Om en nabij. Wie kon er nou slecht rekenen hier? Ja. Ons rekenwonder. Ja, dan krijg ik hem terug natuurlijk. Oké. Okay. 15 miljoen jaar geleden was er hier nog heel veel water. En dan waren hier ook prachtige scholtenboerderijen. En dat hebben we ook verwerkt in de opdracht. We wilden een beachbar zien bij een scholtenboerderij aan het water. Nou ja, en we wilden gruwelbellen zien. Want dat is, dat hoort u zo. We kijken eerst even naar de dag van Miste. Go with the wind, the world is out. Take it in and close my eyes and catch the waves. I'm heading south, leave it all behind. I'm gonna stay till the sun comes up. Don't wanna go home. Oh, this is my home. And when I feel I'm falling apart, oh, it's a long road. Oh, this is my. Geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. So, das haben jullie gut gedaan, jongens. En een heus strandje gemaakt met zand. Ik loop even naar de barman, Freddy. Ja. Dag Freddy, zal ik even bij je komen? Ik kom er gezellig bij. Oh, je hebt allemaal wespen hier lekker bij ja, die cocktails. Ja, ja, mooi zomers, hè? Lekker hoort er helemaal bij. Jij verbeeldt een scholtenboer. Leg eens uit, wat is dat, een scholtenboer? Ja, ik ben dus een echte scholtenboer. En dat wil zeggen dat ik een heel veel grond en pachtboerderij in eigendom heb. En dat ik zelf het minst werken wil. Dus zeg maar, de pachtboeren die moeten zorgen
dat ik geld genoeg heb dat ik de winter door kan komen. Aha, dus het waren eigenlijk hele rijke boeren die anderen voor zich lieten werken, kan ik het zo zeggen? Nou, rijke boeren, maar ze hadden wel veel eigendom, zeg maar. Maar wel anderen voor laten werken, zodat wij inderdaad in de winter, vooral de hout en zo, dat de kachel blijft branden in de winter. Hè. En bestaan ze nog, die scholtenboerderijen? De scholtenboerderijen bestaan nog, alleen de pachtboerderijen, van mij is later de laatste pachtboerderij ook gestopt. Dus op zich is dat neemt wel minder, maar de mooie scholtenboerderijen staan er nog. Ja. En wat heb jij daarmee van doen dan, met de Schotse boerderijen? Nou, ik zit zelf toevallig in de restauratiebranche, dus ik restaureer die monumenten weer. Ja. En zo zien ze er dus uit? Het zijn eigenlijk een soort landhuizen bijna. Ja, het zijn vaak landhuizen, vaak 2 of 3 kappen, zeg maar. Vaak een bovenverdieping waar vaak niks is, maar dat was echt status. Hè. Het moest echt lijken. Lekker hoog, dat was dan de status, zeg maar. Ja, het was hoog. Hè. Dat je hoog bouwen. Iedereen moest denken van zo, die bouwde een groot huis, die heeft veel geld. Nou, daar verdien jij nu dus ook weer je knaken mee. Dat is op zich goed, ja, toch? En dan even de gruwelbel. Die hing daar echt bovenin? Ja, de gruwelbel die hing bovenin voor als er calamiteiten was, maar vooral dat de boer hulp nodig had. Dus als er gehoord moest worden of zo, dan ging ik aan de bel bellen. En dan moesten de andere boeren hun hooi laten liggen, want mijn hooi moest eerst naar binnen. Dus je moest je eigen boerderij gewoon laten voor wat het was en ga maar naar de scholtenboer. Ja, ze moesten bij de scholtenboer komen en zo niet. Dan werd de pacht weer verhoogd, moesten ze meer stro inleveren of meer houden in de winter. Dus dat was echt wel streng. Tijden, ja. En we zien ze ook in het publiek, hè. Er zijn geloof ik 300 gruwelbelpetjes gemaakt. Waarvoor, chapeau zou ik zeggen. Goed gedaan. Dankjewel voor deze uitleg, Freddy. Over de scholtenboeren. Dan ga ik even naar Jan. Jan Leemkouw, klopt hè? Dag Jan. Het Mioceen. Ik zei het net verkeerd hè, maar het is veel minder lang geleden. Maar lag Mister nou aan zee of in zee? Geen idee. Ja. Geen idee. We hebben een deskundige, jongens. Nee, dat weet je niet. Nee, hoezo? Dat weet je. Je was er ook niet bij, hè? Nee. Maar je staat hier met schelpjes. Wat is jouw taak? Wat kom je mij vertellen? Ja, mijn taak is om te zeggen dat het toch wel een bijzonder plekje is. Binnen Nederland, misschien wel binnen Europa. Ja. En er zijn zaken gevonden die heel bijzonder zijn. Ja. Zoals? Allerlei soorten schelpen en koraalachtige dingen. Er zijn, in totaal zijn er een 700 soort zijn er gevonden. Ja. Wow. En dat is het bijzondere van Mister, maar ook andere plekken in Winterswijk, zoals de steen- en kallengroeven. En in Kotten hebben ze ook een bepaalde leemsoorten en zo gevonden. En dat is eigenlijk ook wat mij overkomen is. Als boer zijnde, je graaft een gat omdat je denkt, daar zit water waar de koeien verdrinken kunnen. Dan kom je allerlei dingen tegen en denk je bij jezelf van, wat zou dat nou zijn? Ja. Nou, en dan zijn de connecties met zoals Pelletier of wie dan ook allemaal. En die komen naar kijken en die zeggen, oh, wacht eens even. Die weten exact wat je gevonden hebt. En dat zijn dan de deskundigen die ook zeggen dat het 10 of 15 miljoen jaar geleden is dat hier gemaakt is. Ja. Hoe bijzonder is dat? Ja, daar kom je dan achter. Ja. Hey, zou het je wat lijken eigenlijk? Want het is nu ontzettend droog. Zelfs de beek hier staat gewoon helemaal geen spatje water meer in. Zou het je wat lijken? Misten aan zee? Nou, ik denk dat dat helemaal een verkeerde vraag is. Ja? Als je dus de moderne weersvoorspellingen verwacht en inderdaad dat het zover zou komen dat de zeespiegel naar boven gaat en dan in Winterswijk aan zee is. Ja. Nou, ik denk niet dat we dat moeten hopen. Dat wens je niet. Nee. Dat wens je de rest van Nederland niet toe. We zijn blij met de schelpen die we gevonden hebben. Ja. En, laat de kustlijn maar daar dan. Ja, prima. Dankjewel. Wat heb je hier nou? Wat is dit voor eng ding? Dat is een soort van hooivork. Ja. Dat is een hele oude en daar pakt je gewoon een hele baal mee. Is afgesleten dus. Veel gebruikt. Goed, zo door jou? Nee. Oké. Okay. Dankjewel dat je hier staat. Ja, dankjewel. Mag een applausje voor Jan Leemkouw. Ja, dit lijkt dan gewoon dat je denkt, dat zetten ze even neer. Maar ga er maar aan staan. Zo'n bar bouwen, zo'n ontzettende mooie scholtenboerderij. Een enorme pens zand gegooid en water Reinoud. Ja. Ben je onder de indruk? Ik ben onder de indruk. Moet je kijken wat er allemaal ligt. Er ligt daar Mioceen schelpen. Overigens in het publiek ook al die schelpen kettingjes. Dat hebben ze prachtig nagebootst met allemaal pasta. Moet je voorstellen hoeveel gaatjes daarin geprikt moeten zijn. Kun je zo meteen allemaal koken thuis, hè? Ja. Heb je ook wat te eten nog. Ja, heerlijk. En dan een heerlijk recept erbij. Gaat altijd goed. De boerderij is uitstekend. De bel zit er goed op. De bellen in het publiek zitten er goed op. Maximaal zou hier €400 te scoren zijn.
En ik vind dat ze boven het gemiddelde zitten. Dus 280 euro gaan erbij komen. Goed zo. Voor het goede doel. Voor het goede doel. Helemaal goed. We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat met Alberto. Is hij al een beetje opgeschoten? Zien ze eruit als indianen? Of hebben we contact met Alberto? Nee, dat hebben we niet. Nou, dan loop ik even naar de overkant, naar het team. Want we weten nu ietsje meer van de geschiedenis. Maar wat als wij nou in de buurdorpen gaan vragen naar Mister? Wat denk je dan? Wat wordt er gezegd? Gezelligheid. Dat jullie gezellige mensen zijn. Gaan ze dat zeggen? Ja, hoor, dat zeggen ze echt. En als ze nou iets rottigs moeten zeggen, wat zouden ze dan zeggen bij de buren? Oh, dat weten ze niet. Dat weten ze. Ze kunnen niks rottigs verzinnen. Er wordt niks rottigs over Mister gezegd. Nee, hoor. Nou, we gaan het even zien. We namen de proef op de som. Dit is wat ze zeggen over jullie. Ja? Ik zou het niet weten. Wat betekent dat? Ik weet het niet. Een buurtschap. Ja. Naar Winterswijk, ja. Ik zie een voetbalveldje. En ik zie daar een café. Een gedateerd café aan de rechterkant. En aan de molen van Mister. Nauwelijks centrum. Geen winkels. Als ik zeg Mister, wat zegt u dan? Corle. Corle. Ja, ik persoonlijk ben heel erg fan van Corle, dus ja, anders waren we er niet gaan wonen. Ik mis iets? Nee, toch niet. Mist. De mist? Dat kom ik altijd tegen als ik van Alten naar Winterswijk rijd. Dan kom ik door Misten. Ja, nou ja, er wonen ook hele leuke mensen. Hebben jullie vrienden in Misten, of niet? Nee. Nee, ik vind het wonen in de buurtschap is gewoon heel erg mooi. En ja, iedere buurtschap heeft wat. Zijn bijzonder vriendelijk, hartelijk, aardig. Het is eigenlijk Nederland zoals het vroeger was. En zoals iedereen denkt dat Nederland eigenlijk weer zou moeten zijn. Mist. Best leuk, toch? En vooral de Belg, hè? Mister, weet je wat dat is, hè? Mister, weet je wat dat is. Nou, nog een onderdeel van de opdracht, dat is eigenlijk een cryptische omschrijving. Dan moet er een persoon gezocht worden die ergens aan moet voldoen. En dat was vandaag voor wie geen zee te hoog is. En ik sta tussen Roos en Roel in. Ja. En jullie zijn een stel. Ja, dat schijnt. Hoe lang al? 10 jaar. Ja. 10 jaar, oké. Okay. En jullie hebben kinderen? Wij hebben de 3 eigen kinderen, ja. En je zegt al 3 eigen? Eigen kinderen. Ja. En we hebben ook nog 4 kinderen bij ons wonen die niet biologisch van ons zijn, maar waar we wel de zorg voor dragen. Maar dan heb je 3 kinderen, dan denk ik, nou, dat lijkt mij toch al best wel pittig. En dan zeg je, nee joh, ik neem er nog 4 bij. Ja, dat gaat hartstikke goed. En waarom heb je daarvoor gekozen? Wij werkten allebei al in de zorg, in de jeugdhulpverlening. En dat vonden we eigenlijk niet meer zo leuk. En we dachten, dat kunnen we zelf beter. Daar vonden we een partner in, bij Driestroom. En wij zijn een gezinshuis begonnen, in Driestroomhuis. Hey, en waar, kun je iets vertellen over waar liep je op vast dan? Want jij werkte ook in de jeugdhulpverlening. Ja, ja, net twaalf en een half niet gehaald. Bureaucratie, kinderen konden niet eigen keuzes maken. Het normale gezinsleven was heel ver weg. En ja, niet integreren met de buurt en de omgeving. En ja, dat is wat wij denken dat allemaal anders kan en beter kan. Ja. En wat we nu ook eigenlijk zien gebeuren. Ja. Ja, en als kind wil je eigenlijk gewoon zijn en wil je niet apart ergens zitten en niet integreren, lijkt me. Ja. Hartstikke mooi, maar dit is dus jullie werk nu. Ja, wij doen dit fulltime, zeg maar, als baan. Ja. En zij wonen ook 365 dagen bij ons in huis. Dus je gaat met z'n allen op vakantie. Ja. En ja, nou zou je zeggen, waarom ga je niet kletsen? Maar we hebben afgesproken dat ik dat niet doe, hè? Ja. Alleen met jullie dochter. En jij, Björk, je hebt een hele mooie naam. Ja. Zo heet jij, Björk, weet je dat? Nee. Is ze zangeres of niet? Of is ze niet? Ja. Ja, maar Roos heeft een tijdje in Norway. Ja, hij is daar geboren. Of tenminste... Onze middelste dochter is er nu niet, maar die is daar geboren. Hij heeft er gewoond. En ja, zij werd wel hier geboren, maar dacht, ik kan niet achterblijven. Gewoon Noorse naam. Ja. Hey, en hoe vind jij het dan om in zo'n groot gezin te wonen? Ja, ik vind het best wel leuk. Want ja, je hebt dan, dan kan je ook nieuwe vrienden maken. En dan kan je daarmee spelen. Dus dan weet je zeker dat je nooit verveelt. En je bent nooit alleen ook. En mis je dat dan niet? Vind je niet druk? Soms wel, soms niet. Maar dan heb je een eigen kamer, of niet? Of moet je die delen? Nee, ik slaap bij mama en papa. Je moet je kamer delen met mama en papa. En die zijn wel een beetje, of kletsen ze heel veel? Of zijn ze wel een beetje rustig? Nou, ze snurken wel heel erg. Allebei?
Ja, maar papa het meest. Oh, papa het meest. Vind ik altijd zo fijn, dit soort ontboezemingen. Ja. Papa is leuk. Gratis en voor niks. Ja. Is het nou wat jullie verwacht hadden toen je dit ging doen? Is dit wat je gehoopt had? Leuker. Ja? Ja. Want? Heel intensief, maar ook heel vrij. Ja? En ja, we plannen onze dagen zelf. We moeten natuurlijk aan de regelgeving voldoen en noemen allerlei normen die door het ministerie worden bedacht in Den Haag. Maar we zijn zo vrij als een vogeltje. Ja. En in Misten zijn we nog vrijer. Ja? Ja, hier hebben we de ruimte, de rust, alle mogelijkheden voor alle kinderen om heerlijk op te groeien. En het is de bedoeling dat ze allemaal bij jullie blijven wonen tot ze volwassen zijn? Is langdurige plaatsing? Ja, dus we zijn perspectiefbiedend, zoveel mogelijk. Maar goed, daar hebben ze dadelijk ook zelf een stem in. Dus als ze oud genoeg zijn, mogen ze zelf daar ook iets in zeggen. Kun je iets vertellen over waarom kinderen in een pleeggezin geplaatst worden, zonder in detail te trainen? Ja, dit is geen pleeggezin. Dus wij bieden behandeling extra, dus dat is afwijkend van pleegzorg. Ja. Nou goed, de vraag was? Ja, waarom worden kinderen bij jullie geplaatst? Oh, ja. Kun je het kort zeggen? Ja, kort kan ik het zeggen is omdat de thuissituatie niet hun de perspectieven biedt die ze nodig hebben om te kunnen ontwikkelen. Nee. En die bieden jullie wel. Ja, zoveel mogelijk. Ja. Doen we ons best voor. Jongens, ik vind het super tof dat jullie hier zijn. En ik hoop dat jullie gelukkig zijn met z'n allen. En nog heel lang in Misten blijven wonen. Mag ik een heel hard applaus voor deze twee kanjers. Roos en Roel. En wij gaan ondertussen even kijken naar Alberto. Of hij is al terug. Nee hoor, daar gaan ze. Ik kom vast niet uit Misten. Appie, hoe is het? Ja, Angelique. Ik dacht al dat je me miste. Hé, hey, we gaan nog niet heel lekker. We hebben een zak. We hebben een zak van Benny. Maar wat moeten we nou nog? Kom even hierbij. Monique. We zijn nu op weg richting iemand die heel veel soorten kostuums heeft. Daar gaan wij twee indianenpakken aan. Indianenzolder, klinkt heel spannend. Heel spannend. Mm-hmm. En als we die hebben gehaald, dan gaan we op de terugweg een zak meel halen. Ja. En dan hopen we dat het gelukt is. Want de molenaar was er niet, want die was... Die was bij TV Gelderland. Bij jou, op het plein. Plein. Hoe leuk is dat? Nou, ik denk dat wij even haast gaan maken. Ja, die deur gaat nog niet heel lekker. Dus ik denk dat de bus niet meer voor kindjes geschikt is. Maar ik hoop dat dat weer gefixt gaat worden. Angelique, terug naar jou. Wij gaan weer even scheuren hier. Met de bikkelbus. Oh, oh, oh. Waar is de molenaar? Is die hier? Is de molenaar hier? Die is weg. Hij loopt nu weg. Ga je even een zak meel halen? We hebben weg hier in de banden, hè? Nou, nieuw dit jaar, dat is dat we een uitvak hebben. Er staat zelfs een beveiliger bij, onze enige echte Marco. Is gebombardeerd tot beveiliger. Hier staat Team Stockholm. Mag ik een welkom van jullie voor Team Stockholm? En jullie hebben zelfs hele mooie shirtjes aan. Heb je zelf gemaakt? Nou, Wenke, make it. Prachtig. Gewoon via internet. Gewoon besteld. Nou, dat heb je goed besteld. Waarom staan jullie hier? Eén van jullie gaat deelnemen aan ons nieuwe spel. Ja, Koen, onze spierbundel gaat eventjes stokken. Ja, hoe noem je dat weer? Gaat winnen, promoten. Ja, promoten, oh ja. Ja, tenminste, dat hoop je. Voor €50 voor het goede doel. Daarom zijn jullie gekomen. Koen, ja, daar sta je dan. Ik moet even uitleggen, dit spel, ja, Mexicana No Loco. We vinden het niet echt een leuke naam. Dus weet u nou een betere naam? Mail dat naam naar zomer@gld.nl. Koen gaat spelen tegen... Robert, en die heeft er zin in, staat op de hupse flupse. jullie hebben allebei 4 zonnetjes gekregen. Nou, het mogen duidelijk zijn, daar is een cactus. En daar moet je zorgen dat er 4 zonnetjes opkomen. Je hebt maximaal 1,5 minuut. Degene die het eerst 4 zonnetjes heeft geplakt, die heeft gewonnen en gaat met €50 ervandoor. Ja? We gaan aftellen 3, 2, 1. En bij 1... Als ik 1 heb gezegd, dan mag je hem pakken. Ja, en wij gaan allemaal keihard aanmoedigen. Het is heel hilarisch dit. Dus ik wens jullie veel succes. Daar gaat hij. Oh, je mag maar 1 zonnetje per keer pakken, hè? Niet alle 4. Oké, sorry. En daar gaat hij. 3, 2, 1, go! Ah, dat is tactiek. Jury is, want hier was een zonnetje gevallen, maar jij liet hem ook vallen. Volgens mij had jij ze eerder. Ja!
Maar ik... Nee, ik ben niet de jury, hè. Ik ga even naar Reinoud. Die heeft het geloof ik gezien. Oh, hilariteit alom. Heb jij het gezien? Ik heb het van afstand moeten bekijken, maar ik heb van de regie gehoord dat de winnaar is Stokkum. Stokkum! Hartstikke goed, gefeliciteerd. Ze hebben het benzinegeld er weer uit. Hè? Zal ik maar zeggen. Dat betekent ook dat de punten daarvoor, of de euro's daarvoor... Euro's. Sorry meisje. Dat de euro's daarvoor, die worden in Stokkum nog straks bijgeteld. Dus jullie starten al op 50. Ja, en dat zou kunnen betekenen dus dat je op 1050 uitkomt. Hè, als je alles maximaal haalt. Goed gedaan. Maar goed, wat komt er op de cheque van Miste? Daar zijn ze benieuwd naar in Miste. Op de cheque van Miste komt te staan... €680. Schrijf jij het er maar op. Hou ik hem vast? Ja, graag. €680 voor het springkussen. Nou, volgens mij ben je al heel erg danken. Ja. Alsjeblieft, Wiebke. Goed gedaan. Dan gaan wij even kijken waar jullie eindigen. Nou, ik durf al te voorspellen dat Mister bovenaan komt. Ja. Ja. We tellen daarbij op het aantal mensen op het plein. Het opkomstpercentage, dat doen we maal 10. 10, ja. En dat is? We hadden in totaal ook de maal 10, 827 plus de mensen die erbij staan. En we hebben de stemmen natuurlijk die er zijn geweest. En er waren er 1051. Dat is samen 2414. Moet ik even uitleggen. U kon stemmen. U kunt de Omroep Gelderland app downloaden. Voorafgaand kon dat al, maar ook op de dag zelf van Zomer in Gelderland. En dat betekent dat zij een eindscore hebben van... De eerste plek op deze plaats en dat is 3094 Geweldig! Punten. Geweldig! Gefeliciteerd, van harte allemaal. Goed gedaan. Coach, dank je wel. Jullie hebben een biertje verdiend of iets anders wat je wil drinken. Dank jullie wel, team. Heel goed gedaan. Mister, dank jullie wel dat we hier mochten komen en mochten beginnen. Vond het heel gezellig. Morgen dan komen we vanuit Meteren, maar we sluiten af met iets heel bijzonders. En ik ga u ook nog even vertellen dat we meteen na de uitzending doorgaan live op Facebook. Heel hip natuurlijk. Maar we sluiten af met het Zomer in Gelderland lied. En Alberto is niet binnen, die kan nog binnenkomen hè? Tijdens het lied. Ik kan jouw naam zo gauw niet vinden. Ik kom even naar jou toe. Elisa. Elise, ja. Elise, en hoe oud ben jij? 11 jaar. Ik vind je echt super stoer dat je hier gaat staan. Vind je het spannend? Best wel. Een beetje? Moet je even zo doen. Kom, even stampen. Even... ga ik doen. Ik wens je wel heel veel plezier vooral. Geniet ervan. Lekker gaan zingen. Ja, we gaan je even aanmoedigen. Elise, dames en heren, met het Zomer in Gelderland lied. Bedankt voor het kijken. Tot zo op Facebook en alles tot morgen. Dag.